Freddie Prey, denk ik, wordt gezien als iemand wat op een technische manier uit de visie gaat in rugby. Ik denk dat het een grootste enkele factor wat mijn loopbaan op een richting gestuurd heeft, op de rechte richting. Hij was basis die perfecte scrumskakel wat je wel gehad hebt als je wil heen. Jou span moet die hele tijd voor en toe gaan. Hij heeft leiders eigenskappen gehad en die slag is hij gebreek het die geweerdespunte. Ik heb amper gevoel, maar hier, met hele loopbaan, dat ik alles wat ik opgebouwd heb, hier gaan het weg.